ik help dus mensen van het roken af. Nu, op welke manier doe ik dat? Ik maak eigenlijk gebruik van een omgekeerde psychologische benadering. Dus ik ga mensen niet vragen om naar een motivatie te zoeken om te stoppen met roken. Ik ga echter trachten om de mensen een motivatie te geven om te blijven roken. En daar ga ik gigantisch in falen eigenlijk. Als mensen stoppen met roken met een bepaalde motivatie, is het nu dat ze zwanger zijn en voor hun kindje eigenlijk willen stoppen met roken. Het moment dat dat kindje geboren is en een paar maanden oud is, wat valt er eigenlijk weg? Eigenlijk valt de motivatie om te stoppen met roken weg. En gaan mensen terug twijfelen aan hun besluit waarom dat ze gestopt zijn. En is de kans dus heel groot dat ze dus ook terug gaan beginnen roken. Ik ben dus zelf meer dan 22 jaar een zware kettingroker geweest. En op een bepaalde dag heb ik dus ontdekt voor mijzelf hoe eenvoudig het eigenlijk is om niet meer te moeten roken. En dat was echt zo'n euforisch gevoel dat ik toen had. En dat heeft mij eigenlijk de kracht en de inspiratie gegeven om eerst en vooral erover een boek te schrijven. En anderzijds heeft mij dat ook dus de kracht gegeven om een workshop te schrijven waarin dat ik dus mensen op 5-6 uur van het roken afhelp. Want de boodschap die ik eigenlijk heb naar de maatschappij toe is van stoppen met roken is echt niet moeilijk. Het is echt iets gemakkelijk als je maar weet hoe dat je mentaal de knop moet omdraaien. Voor mij is het de laatste geweest, ja. Ja, ik voel me ook echt bevrijd. Het is meer een opluchting en niet meer een angst van oh, hoe moet het nou zo doen, maar echt een opluchting.